Ik ben bij Roelofs gekomen, eigenlijk bij het Roelofs Vrouwen Mountainbike Clubje. Dat is vorig jaar september gestart. En ik zocht eigenlijk vrouwen die op gelijk niveau fietsten. En ik zelf had nog niet op de mountainbike gezeten en wilde graag op langzaam tempo beginnen. Ik dacht van nou, wellicht dat ik met die vrouwen mee kan fietsen. En toen ik ben gaan mountainbiken met hen, dacht ik van, oh, dat is eigenlijk wel hartstikke leuk zo met al die vrouwen. En normaal zit ik eigenlijk op de wielrenfiets. Ik wilde het ook voor de wielrenvrouwen opzetten. Dus ik ben vanaf maart 2011 vrouwenwielrenclub op gaan starten bij Roelofs. Dames zijn absoluut in opkomst. En dat merken we in Fietsland. Daarom leef ik ermee. De dames hier uitleg over de functionaliteit van de kleding van Kraft, voornamelijk de onderkleding en in een laagsysteem waarmee wij werken. En het is eigenlijk, vind ik zelf persoonlijk heel erg leuk dat er alleen maar dames zijn, omdat normaal gesproken toch wel het sport, wielrennen en dergelijke gerelateerd is op ja, mannen. En nu vind ik het wel leuk dat het echt speciaal voor dames is. De firma Roelofs wil dit seizoen of gaat dit seizoen beginnen met Bianchi. Bianchi is natuurlijk een Italiaans merk. Op dit moment verkoopt hij twee Amerikaanse merken. En er is al jaren contact, maar nooit echt een contact om echt zakelijk wat samen te gaan doen. Wij dachten nou oké, hopelijk vroeg of laat gaat het juiste moment komen om toch een keer een samenwerking mee aan te gaan. Waarschijnlijk is nu het juiste moment gekomen dat er geen enkele Italiaan meer was in deze speciaalzaak. En wij vonden het ideaal om als Italiaans speciaal merk hier binnen te komen. Nou, het toeval doet zich voor dat wij de komende twee jaar Team Vakantie Soleil gaan sponsoren. Daarnaast is het misschien ook nog eens een keer het toeval dat Kenny van Hummel ook naar Vakantie Soleil is gegaan. Dus alles viel net op de juiste plaats. Robin Meurs, ook de jongen die bij ons werkt, die heeft hier vroeger ook gewerkt. Dus wat dat aan gaat, ideale combinatie. Ja, de band met Roelofs is natuurlijk dat ik hier een tijdje gewerkt heb. Nu gaan ze de Bianchi's gaan ze verkopen en ik ga aankomend jaar bij Vakantie Soleil op Bianchi Ultra rijden. En daardoor werd ik eigenlijk gevraagd door Mark Roelofs dat ik vanavond hier wilde zijn om een gesigneerd shirtje aan een van de dames te overhandigen. En wij hopen eigenlijk door het Italiaanse product, wat denk ik perfect past in deze speciaalzaak, terug te laten komen naast de Amerikaanse merken. Ik bedoel, Amerikaanse merken zijn vaak meer gericht op een stukje techniek, know-how, gewicht. Niet dat wij dat niet hebben, maar wij hebben meer de Italiaanse finesse. Een historie van bijna 130 jaar oud. Alle grote renners, Fausto Coppi, Pantani, Gimondi, die hebben het opgereden. Dus het is een zeer groot merk, Italiaans. Ladies Night is eindelijk gekomen van, kom maar even hier, laat eens even zien aan alle dames van hey, we hebben meer dan Amerikaanse merken, we hebben dus ook een Italiaans merk. En met name door de kleurstelling om even te kijken hoe daar op de reactie is. Dus dat is even heel kort de introductie, wat is Bianchi en wat doet Bianchi samen met Roelofs? Ja. Marijn Vries, ik ben profielrenster bij de ploeg van Leontien van Moorsel, Adrink Cycling Team. En dit is... Ik ben Nienke de Jong en ik ben tourfietster en tekstschrijver en ik fiets dus alleen maar voor de lol. En we hebben samen een boekje geschreven, dat heet Vrouw en Fiets. En dat is bedoeld voor vrouwen die willen gaan fietsen, maar niet zo goed weten hoe dat nou allemaal precies werkt. Wat voor fiets heb je nodig? Hoe zit dat nou met van die dunne bandjes en van die klikpedaaltjes? Wat eet je onderweg? Wat doe je aan? En nou ja, daar gaat dit boekje over. Ja, want je kunt het natuurlijk als vrouw wel vragen aan een fietsenmaker. Wat heb ik allemaal nodig? Maar ja, die fietsenmaker weet ook niet precies wat een vrouw allemaal nodig heeft. En het is ook heel leuk als je er zelf wat van af weet. En dat je zelf weet hoe je je band verwisselt en hoe je zorgt dat je geen hongerklop krijgt. En hoe je ervoor zorgt dat je geen pijnlijke ledematen krijgt.
Ledematen? Ledematen, ja. Vrouwelijke ledematen. Dat vonden mensen wel opvallend aan dit boekje. Dat wij eigenlijk ook vrij taboeloos schrijven over geslachtsdelen. Je kunt er heel moeilijk over doen. Maar op de fiets dan zit je daar natuurlijk op. En net zoals mannen hebben vrouwen daar op een gegeven moment ook last van. Dus ja, wij geven ook tips over hoe je pijn tussen je benen kunt voorkomen. Het is eigenlijk maar één hoofdstukje. Maar er is zo ontzettend veel om te doen geweest. Plus, naast al die informatie staan er ook hele leuke columns in het boek. Met onze eigen fietservaringen. Dus onze eerste hongerklop en de eerste keer in de bergen fietsen. En meer van zulks. En dat gaan we vanavond allemaal voorlezen. Vaak natuurlijk een beetje gericht op mannen, de mannen zeg maar, de wielenzaken. En Mark heeft zijn eigen al een beetje, zijn horizon eigenlijk wat breder gemaakt door ook hier heel veel vrouwen spullen te verkopen. Hij heeft nu ook een speciale vrouwenlijn in zijn eigen kleding met Roelofs, zijn Roelofskleding zeg maar gemaakt in die vorm van roze kleding. Ik ben Marlijn Binnendijk en ik ben van Physic. En ik ben hier om de schoen te promoten. De Physic R3 Donna. Dan zeg je Donna, dan zeg ik vrouw. Klopt. Het is inderdaad een vrouwenschoen. Het model zegt het al een beetje. Het ziet er vrij smal uit. Dat klopt ook. Het is echt een vrouwenschoen met de vrouwenleest. En ook op echt op vrouwen getest. Daarnaast is hij ook aan de voorkant is die, wat smaller. Omdat vrouwen toch een wat smallere voet hebben dan een man. Het is voor mij de eerste keer dat ik echt een avond heb voor alleen maar dames. In dit opzicht dan. Tenminste echt over sport. Maar de sfeer is wel wat leuker, wat amicaler denk ik, wat gezelliger. Ja. Het is toevallig mijn tweede keer. Ik vind het een heel goed initiatief. Zelf fiets ik al jaren, maar ik merk gewoon dat het toch bij vrouwen niet zo bekend is hoe nou precies een racefiets werkt. Wat er allemaal op racefietsgebied en mountainbikegebied is. En ik denk dat het een heel erg goed initiatief is, ook omdat de vrouwen doelgroep vooral aan het groeien is. Is het alleen maar fijn en goed dat de vrouwen al meer informatie krijgen van wat er allemaal in het racefietsen is. En wat ze kunnen gebruiken om veel plezier te hebben op de fiets. Nou, dat is een initiatief eigenlijk ontstaan vanuit Mark. En ik heb hem daarin gesupport. En ik heb met Mark en Marjan om de tafel gezeten van, goh, wat kunnen we nou eigenlijk aanbieden? En hoe kunnen we zo'n avond leuk aankleden dat ook daadwerkelijk echt een ladies' night wordt? Ik vind het wel ongelooflijk leuk dat hier zo ontzettend veel vrouwen op de fiets zitten. We waren echt verbaasd toen we hier aankwamen lopen dat hier gewoon 50 vrouwen zijn. Ik heb nog nooit zoveel fietsende vrouwen bij elkaar gezien. Tenminste, in het vrouwenpeloton, maar niet 50 toerfietsers bij elkaar. Nee, ik zou willen dat in Utrecht, waar ik woon, dat ze ook zo'n leuke fietsclub hebben, want dan zou ik er meteen bij gaan. Mensen zijn heel leuk, heel gevarieerd, ze hebben een hoop geleerd. Gezelligheid vinden ze echt heel leuk. Dus mensen kunnen elkaar treffen. En dat ze met elkaar kunnen fietsen is helemaal leuk. Dus dat vinden ze fantastisch. Ja. Everything's gonna be alright.